Om te voorkomen dat de eikenprocessierups komend voorjaar voor overlast zorgt, is in een park in Capelle een speciale bloemenstrook gezaaid. Daar komen insecten op af die de eitjes van de rups opeten. Ook zijn er broedkastjes opgehangen voor koolmezen en vleermuizen die de rups opeten. Ja, een voordeel van natuurlijk bestrijden is, zeker op deze manier, met het inzetten van natuurlijke vijanden, is dat we eigenlijk op die manier sowieso de biodiversiteit ook in het gebied kunnen verhogen. Hè. En daarnaast kunnen we door middel van die natuurlijke vijanden ook de eikenprocessierups zoveel mogelijk ook terugdringen. Volgens de Vriezen is de bestrijding nodig omdat de overlast van de eikenprocessierups ieder jaar toeneemt.